Anderlecht en OHL spelen gelijk. De titelstrijd is nog niet gestreden. Welkom bij LSL Rewind. Het werd een bewogen speeldag 6 voor Anderlecht. En dat had vooral te maken met een darmvirus dat in de nacht van vrijdag op zaterdag lelijk had huisgehouden in het Anderlecht-huishouden. Gevolg, meer dan een halve basisploeg oud voor de belangrijke wedstrijd tegen Standaar. En naar uitstel naar een latere datum hadden de voetbalbond nog Standaar of Oud-Heverlee Leuven oren. De clash fysiek dan maar gedecimeerd speelde dus. En dat was sneu voor Paars-Wit, want bij winst kon Anderlecht-concurrent Standaar uit de titelstrijd knikkeren. De eerste mogelijkheid is voor de thuisploeg. Taunton kan niet bij een strakke voorzet van Ouzraoui. Ook Standaar toont zich op het kwartier met een lange rush van einde tot diep in de 16. Blaven tikt de voorzet vallend naast. De toeschouwers zien in de eerste helft een heel gesloten topper met nauwelijks of geen kansen. Een afgeblokt schot van Matavkova op het halfuur is daar een mooi voorbeeld van. In het begin van de tweede helft gaat de 16-jarige Walbillig, zij staat in de plaats van de zieke Mayassari onder de lat, even in de fout. Maar ze kan het zelf rechtzetten met een gepaste tackle op Barrett. Voor Anderlecht dolt Bouabati op rechts, zet dan goed voor, toont een trap naast de bal, weg kans. Halfweg de tweede helft dreigt de thuisploeg bij een corner. Van Wijnsbergen probeert, Staudaar ruimt op, de rebound van Ouzraoui gaat compleet de mist in. Er is nu eindelijk meer animo langs beide kanten, al wordt er wat nerveus gespeeld. De ingevallen Toloba doet moeite, haar omhaal treft niet raak. Fon is een kwartier voor tijd dicht bij de openingsgoal. Ze kan haar hoofd net niet tegen de voorzet van Blaven zetten. Toloba pakt 10 minuten voor tijd uit met een scherpe corner. Walbillig bokst de bal onder de lat weg. Goeie reactie van Walbillig op een heerlijke hoekschop van Marian Toloba. Staudaar gaat op zoek naar de winning goal. Van einde met de poging. Walbillig staat pal. Toloba probeerde dan met een verre vrije trap. Walbillig laat zich niet verrassen en houdt ook nu de clean sheet. In blessuretijd zien we nog eens Toloba met een voorzet. De neven verlengt onbedoeld. Walbillig redt opnieuw de meubelen. En zo blijft het in deze bewogen topper toch wat teleurstellend op 0-0. Wij gaan de match per match bekijken. We gaan gewoon tot uiterste spelen en we zien wel wel een weinige kampioenschap. Kampioenspelen is niet echt ons hoofddoel, maar we proberen elke match te winnen en we zien wel op het einde wel we stranden. Ik denk wel dat we best tevreden mogen zijn. Ik denk als je 5 basisspelers ziek hebt en nog eens de rest ook dat op de bank moet zitten, dan denk ik wel dat we nu met 0-0 tevreden mogen zijn. We spelen altijd voor te winnen. Ik denk dat dat in het Anderlecht DNA zit, maar gezien de situatie en de zeer felle strijd op het terrein, denk ik dat we moeten blij zijn met dit punt. Ik denk, we hebben heel hard gevochten van de eerste tot de laatste minuut in zeer moeilijke omstandigheden, want we hadden de wedstrijd natuurlijk helemaal anders voorbereid. Dus ben ik heel fier op mijn team dat in die moeilijke omstandigheden dat we toch dit kunnen op de mat brengen hebben. En het is weer een wedstrijd dat we niet verliezen. We hadden het ook in eigen handen. Ik denk dat we nu vooral moeten herstellen van dit, want bovenop die 10 zieken denk ik dat we ook een aantal gekwetsten zullen hebben. Maar dan vanaf morgen gaat de focus naar Leuven. Na het gelijkspel van Anderlecht tegen Standaar kon Oud-Heverlee Leuven alleen aan de leiding in play-off 1 komen als het tenminste voorbij Club Wylé kon geraken. Die wetenschap verlamt de Leuvenaars aanvankelijk en club profiteert. Boutier bezet voor naar Kerkhoven die de score opent met een knappe plaatsbal. We spelen 3 minuten. Nog is OHL niet helemaal wakker, want 3 minuten later slaat Kerkhoven opnieuw toe. Met een schoudercontrole Kees opzij en ze brengt de score op 2-0. Een dramatische start voor Oud-Heverlee Leuven. Maar die herpakken zich wel. Van Dijk doet een poging die op de buitenkant van de paal belandt. Geen geluk voor de Nederlandse die na dit seizoen naar het Nederlandse Twente verkast. De bezoekers spelen met het Brugse mes op de keel. Maar gaat er wel voor. Kees kadreert niet goed. Door de Leuvense druk komt er ook ruimte voor club. Boutjebi centert naar Van Mechelen. Haar schot wordt gepareerd door Lamertijn. Op het half uur zien we de laatste mooie kans van de eerste helft als Aan Poorter haar kanon laat spreken. Haar uithaal test de doelkader.
Na de rust zien we pas het echte Oud-Heverlee Leuven. Met veel meer intensiteit is het uit de kleedkamer gekomen. Er zit veel meer schwung in het spel en er is doelgevaar. Zomers knalt, Van Geluwe redt op de lijn. Brugge kraakt onder de Leuvense druk en moet plooien. Coven moet alles uit haar kast halen bij een knal van een losgeslagen Nike van Dijk. Bij de hoekschop die erop volgt is het dan wel prijs voor de bezoekers. Zomer staat helemaal alleen en de topschutter stelt haar doelpunten totaal weer wat scherper. 2-1, maar Leuven staat nog steeds achter. Net voor het uur maakt een uitstekende De Truijer een actie en kan Van Dijk de stand weer gelijk brengen. Oud-Heverlee Leuven heeft zich in nesten gewerkt, maar werkt er zich ook weer uit. Erop en erover denken ze bij OHL en ze blijven beuken op de Brugse defensie. Fraaie collectieve inspanning en Kuipers maakt 2-3. Het werken heeft geloond, OHL heeft weer ademruimte. Het kan een paar minuten later de wedstrijd zelfs doodmaken, alleen vergeet dan Poorter de reuzenkans af te maken. Ze besluit onbegrijpelijk over. Een misser die ze zich even later serieus beklagen bij OHL, want club dat zich toch weer terug in de partij heeft geknokt, maakt met guns gebruik van alweer defensief getreuzel om de gelijkmaker binnen te prikken. Ik vind 2 punten verloren vandaag. Als je 2-0 voorkomt, zo snel, je creëert nog kansen. Spijtig dat je dan nog hun laat terugkomen, zelfs 2-3. Maar dan hebben we teruggevochten. Dan maken we de 3-3, die ik denk op dat moment wel verdiend was. We hebben alles gegeven voor gelijk te maken en zelfs voor erover te komen. Want we krijgen denk ik nog de beste kans in de laatste 15 minuten, dat Rania doorgaat. Spijtig. Maar we bleven wel vechten voor de overwinning. Dus, gelijkspel, maar we voelden gewoon dat er meer in zat en dan gaan we er nog gewoon voor. Ja, een teleurgesteld gevoel. Ik denk, kom 2-0 achter door individuele fouten. Je kan jezelf terug in de wedstrijd werken tot 2-3 en dan laat je het weer kinderlijk liggen. Ik denk dat dat gewoon een schaamte is. Ik denk dat we vandaag de eerste 10 minuten gewoon kinderlijk verdedigen en daardoor 2 doelpunten krijgen die we nooit mogen krijgen. En, goed, ja, je weet dat je tegen een tegenstander komt die heel veel energie heeft, die heel graag wilt, die zijn zinnen op woensdag heeft gezet, dus vandaag eigenlijk heel weinig te verliezen heeft. En ja, dat zie je dan ook vandaag en daar hebben we ons kinderlijk door laten verrassen. Ik denk dat we ons wel goed terug hebben geweerd. Ik denk dat de tweede helft wel goed was en dat we daar hebben getoond van goed, we kunnen ons erover zetten. Kleine details moesten beter zijn, maar goed, dat je daar nog een derde doelpunt pakt, mag nooit gebeuren. Oud-Heverlee Leuven en Club Poitiers staan overmorgen opnieuw tegenover elkaar in de finale van de Beker van België. Voor beide ploegen de kans om voor de eerste keer in hun bestaan die trofee binnen te halen. Racing Genk moest tegen AA Gent in de strijd om de 4e plek op zoek naar een eerste overwinning in deze play-offs. Maar dat blijkt helemaal niet zo makkelijk. Want na 5 minuten komen de Buffalo's al opzetten via Maas naar Helze, die Maximus uitstekend op weg zet, 0-1 voor de bezoekers. 10 dagen geleden werd het nog een gelijkspel tussen beide ploegen, maar de Gentse lessen zijn daaruit getrokken. Bosteels is 2 minuten later genadeloos en werkt de lange bal van Helze voorbij van Wijngaarden. Gent blijft de gevaarlijkste ploeg. Eerst gaat de kopbal van Maximus op de vrije trap van Van Britsom voorlangs. Een mooie aanval via Van Britsom en Van de Keren gaat daarna richting Bosteels. Maar haar voorzet vindt geen Gentse voeten. Nierink besluit in tweede instantie van ver langs het doel. Maximus krijgt dan opnieuw een kans op de 0-3. Maar ze trapt met te weinig overtuiging in de voeten van de Genkse goalie. En ook Maas kan niet profiteren van de ongelukkige inspeelpas van Van Wijngaarden. De laatste grote kans in de eerste helft is nog voor Gent. De kortgenomen hoekschop wordt teruggelegd naar Helze. Van Wijngaarden komt goed tussen. En uiteindelijk is het weer Maximus in de draai, weggehaald door de doelvrouw. Genk geeft zich niet gewonnen en start gretig aan de tweede helft. Toch lukt het allemaal net niet. Tot de ingevallen Lamer blijft vechten voor de bal en de 18-jarige Bosman ziet. Die veegt beheerst de 0 van het scorebord. 1-2. Genk is nu vertrokken. Van der Zanden naar Lamer. De doorsteekpas naar Van Zijr, maar te makkelijk voor Maas. Genk blijft domineren. Bosmans langs de lijn. Haar voorzet belandt bij Duisters, maar een schot op doel. Nee, dat komt er niet. Een kwartier voor tijd komt Gent terug in de wedstrijd met een reuze kans voor Van de Keren. En die kans gaat over.
Een minuut later belandt de bal bij Maximus. Zij schiet rakelings langs. Bij een Genkse hoekschop kopt Tisson op de lat en botst Larner in de herneming op een sterke Maas. In de slotfase probeert Gent met een voorzet van Tailleux. De ingevallen Van Dalen kan haar voet niet tegen de bal zetten. Het laatste wapenfeit is nog voor de thuisploeg, maar Bosmans is te verrast om gericht te koppen naar doel. Zo blijft het 1-2 in een wedstrijd waar beide ploegen ieder één helft domineerden, maar Gent wel de 3 punten pakt. Zeker de eerste helft waren we echt heel goed bij momenten. Ik denk als het hier 0-3, 0-4 is met de rust kunnen we niks zeggen. De tweede helft was vooral op karakter, hebben we vergeten te voetballen, maar we zijn super blij met de 3 punten hier op Genk. Komende week vrijdag is tegen Brugge, dus als we daar ook punten pakken, mogen we toch ervan uitgaan dat die 4e plek van ons is. Vorige week zat ook 3 punten in, vandaag zaten 3 punten erin en dat is allemaal net niet. Ja, hoe komt dat? Is dat misschien iets te weinig kwaliteit op sommige posities? Dat kan ook. In play-off 1 wint Gent op Genk. Oud-Heverlee Leuven haalt met de hakken over de sloten gelijkspel tegen Club. En Anderlecht moet vrede nemen met een scoreloos gelijkspel tegen Standaard. In play-off 2 winnen enigszins verrassend zowel KV Mechelen als White Star. Een thrillerscenario in zowel play-off 1 als play-off 2 waar het nog alle kanten uit kan. In play-off 1 in de top 3. In play-off 2 is het uitkijken naar de laatste speeldag om de volgorde in de ranking te kennen. Komend weekend stellen we de livecamera's op in Leuven voor de topper tegen Anderlecht. De rest van het play-off 1 verhaal krijgt u volgende maandag in LSL Rewind. Tot dan!